Die is zo schattig. Goedemorgen, we zitten weer in het restaurant voor ontbijt. En daarna gaan we weer naar Zuid-Afrika rijden. Want om 2 uur hebben we bij de volgende locatie nog een game drive. Hij is een hout aan het eten. Van wat van de vrachtwagen af is gevallen, dat eten ze ook dan. Zo, echt een hele kudde of zo. Oeh. Oh, dat is dus een goede tactiek. Lekker toeteren, gaan ze vanzelf aan de kant. Zuid-Afrika. En we zijn op een weg waar olifanten kunnen lopen, antilopen, zwijnen, van alles. Dus we houden onze ogen goed open. En jawel, er lopen daar giraffen. Shit, ik ben ze nu kwijt. Oh, daar staat er daar. Ze staan achter de bomen. Het is moeilijk te zien, maar dat is een fucking giraf. Oké. Holy shit. Super cool. Vanuit de auto naar een giraf. Er staat geen hekje tussen. Hoe ver staat hij? 10 meter van me af of zo? Dit is zo vet. Oh, de ander komt er nu achteraan gelopen. Lekker eten. Ook nog eens een aapje op de weg. Oh, er zit iets te eten. Hij kijkt ons aan door de takken. We rijden naar onze bestemming en nog meer giraffen. Kijk hem daar liggen. En daar staat zijn vriendje ergens. Met zijn kont naar ons toe. Zo cool. De zeldzame impala's zijn ook gespot. Wat een beestenboel hierheen. Zijn die rennende aan het apen? Er komt van alles aangerend. En zwijnen. Zo, doet net weer. Oh, het kleintje rent weg. En de mama nu ook. Dag. Mooi daarachter verschuilen. Die staartjes zo recht omhoog. Ze zijn te ver weg om echt te zeggen wat het zijn, maar... Het zijn beesten. 4 poten met horens. Zo veel impala's. Everywhere. Zijn dit diezelfde beesten die we net zagen? Ik weet niet hoe ze heten, maar ze zijn wel cool. Een zebra. Een soort antiloop. Ja? Ja. Nou ja, gelukkig hebben we inderdaad geleerd dat antiloop gewoon een verzamelnaam is voor allemaal van dit soort beesten. Dus als je antiloop zegt, is het altijd wel goed. Ik denk dat hij gaat oversteken naar zijn vriendjes toe. Oh, de zwijntjes in elk geval wel. Of de poembes. Die achterste rent er zo achteraan. Ja, kom maar. Gaat u maar. En we kunnen weer. Het is zo bijzonder. Voor het eten gaan ze op hun knieën zitten. Zie je ze? Daar, dat koppie. Hallo. Ja, you walk away. Impala's en zebra's. Oh, kijk hem weglopen. Look at that ass, look at that ass. Wauw. Lekker eten, maar er valt niks te eten. Want het is allemaal droog. Daar hebben we weer een antiloop met baardje. Baardmans. We zijn er, maar er staan hier impala's bij de ingang. Oh, kijk die strepen op de zijkant. Zijn het wel impala's als we van die strepen hebben? Ik denk niet dat het impala's zijn. Zelfgemaakte iced tea bij ontvangst. Check. Haast. Waar we nu weer terecht zijn gekomen. Ongelooflijk. Oké, als eerste dit uitzicht. Holy shit. Je hebt gewoon overzicht over een vet groot deel. En zoals je misschien
kan zien. Daar in de verte staan gewoon giraffen. Die kan je dus gewoon vanaf hier spotten. Super awesome. Daarnaast hebben ze vet uitgebreide menukaart. Allemaal vegan gerechten en zo. We werden ook ontvangen met iced tea. We krijgen nu meteen lunch. We mogen kiezen wat we willen drinken op de Game Drive straks. Vet luxe. En ik voel me er nu al helemaal thuis. Nou, het wordt echt met de menu niet gekker. Ze gingen het naar onze kamers brengen. Nou, dat zul je zo wel zien. Echt ontzettend mooi. Echt. En de lunch wordt zo meteen gewoon naar ons gebracht. Het is weer zo mooi. En kijk. Hallo. Zie je hoe dichtbij dit is? 2 meter. En overal gebeurt dit. Dan loop je op een pad. Hé, hey, impala. Nee, wat zei ze nou? Het waren inala's of zoiets, zei die mevrouw. Dat deze van die streep op de zijkant hebben. Oh, jongens, I can't. It's too much. I love it. Oké, dit is onze kamer. Dit is het uitzicht. 2 stoelen, kan je lekker zitten. Een hangmat. Een mini zwembadje. Daar ga ik zeker in. Hallo, dit uitzicht. Wauw. Dan de kamer. Lekker groot bed. Lekker veel kussens. Super mooi. Hé, hey, onze lunch is al gebracht. De lunch wordt altijd gebracht in 2 mandjes. Daar kan je koffie en thee pakken. Dan. Dit is zo cool. Oké, dit is de badkamer. En ja, het zijn gewoon glazen platen. Hier douchen. En daar kan je gewoon naar buiten kijken. Zo, ben je aan het douchen. Even om het hoekje kijken. Wauw. Nou. En de wc. Die is niet heel speciaal, maar gewoon lekker netjes. Mooie foto. We hebben een foto van een leeuw. Awesome. Hoe mooi moet je het hebben? Dit is echt. Oké, ons picknickmandje. Super cute. En we mochten. Oh, hij blijft niet openstaan. Oké. Je kreeg een lijstje met wat er allemaal in zat. En dan kon je zelf aankruisen of afstrepen wat je er wel of niet in wilde. Even kijken. En wat hebben wij allemaal? Brood, salade, vijgen, fruit, dipjes, patés. Nice. Eet smakelijk. Heb jij wat is brood? Ah, cool. Een baby zebra. Ja, Leon. En baby parents around you. Cool. Maar we zijn zo weg. So this is Wari family, and these are the things that now will experience it in order to identify the tree. We'll brush their teeth, and then their teeth will be nice and white and strong. Where is my water? How is my teeth? Very white. Alright. So those guys, this is what they use as they are stuck in the bush there as they don't have shopping centers. Wij allemaal naar vogeltjes zoeken, komt deze van achter creepen. Yeah, these guys they are very dangerous. I don't like them at all if they solitary like this. These are the old males that kicked out from the herd. So these guys are the old guys that they can't even breed with the females. And the young bulls, they kick them out. They fight them and kick them out to be not a part of the herd at all. And then they will be solitary like this, being angry. And then always you're looking for trouble. Mm-hmm. This is what these guys, they end up being. So in the stage of 35, and then it's when they start to be solitary. A male kudu, yeah. It's a male kudu, it's confirmed. Oh. Although we didn't see underneath the stomach to see the sausage. Oh yes, but according to the horns, this is a male. Wat een so mega beest, hè? In Zulu, guys, we don't have elands. Elands, they take, they're known as the largest antelope. So we do have these guys as our largest antelope, as they take a second largest antelope when it comes to the inner if they place as eland. Beautiful.
Een neushoorn, onze eerste neushoorn. This is a good example of sexual dimorphism when it comes to male and female. Okay, so if you look, the color of the female is totally different. Oh, die is echt heel erg klein. Oh, die is zo schattig. Kijk nou. Very well, my beautiful Angie. Been a long time away from you. Dat doet me echt denken aan de Jungle Book. Dat mogelijk vriendjes wordt met een kleine olifant. Increasing the number now. We have a problem with these guys now. That's bull, yeah? Although it's not easy, but by looking at the body size, yeah, the bigger the owl. Yeah, it's very big there. You can still keep on growing, eh? Yeah, till they die. Yeah, it's still they keep on growing. These guys, they didn't stop growing while, up until they die. How old is the baby? The baby one is not on even left? A month old. It's around, yeah. Niet eens een maand oud. Oh. Neushoorn! Ja, dat was mijn neushoorn. Ik eet neushoorn. Ik eet fruit en vegetables. Same like these guys, but I never seen them eating pap. But when I'm fat, they feed. They are not like, selected like feeding on grass only, like, but like a like rhino. Around 40-45. They'll lose another set of teeth. It's totally wrong because it's when they are get old, and then the place where it's food is available is the place where others they died because of old age. Because of now that when they lose their teeth, supposed to know exactly where they are going to, and then where they find water. In order to find the place, guys. When they land, they go for land and see how it lands. Maar dat zag ze niet. We zijn net terug van de game drive en het was super cool. Nu zijn we even, hebben we ons even opgewarmd bij het kampvuur. Want het is behoorlijk koud zo 's avonds. En nu gaan we lekker eten. En we beginnen met een soepje. Okay, je ziet helemaal niks van de soep. Want het enige licht hier is het kampvuur daar. Maar dat maakt het wel gezellig. Prachtig opgemaakte salade. Ja. Yummy. Mmm, voor het hoofdgerecht curry. Ziet er goed uit. Toetje. Yummy, yummy, yummy. Nou, het wordt allemaal steeds luxer. Na dat vier gangen menu komen we in onze kamer. Wat trouwens wel grappig is, even tussendoor. Je mag dus niet, als het donker is, in je eentje naar je kamer of terug naar het hoofdgebouw lopen. Omdat er hier gewoon wilde dieren rond kunnen lopen hierachter. En onder je huisje en overal. Alleen olifant en giraffen volgens mij kunnen hier niet komen. Want daar liggen dan ja, prikkeldraad en zo omheen. Maar alle andere dieren kunnen hier komen. Dus dan moet iemand die hier werkt, die moet je dus, die komt dus met je meelopen naar je lodge. Maar goed, we komen hier dus net. En we hebben gewoon weer good evening. Wijntje, chocolaatjes en ons bed. Dat kan verwarmd worden. Het is echt waar we nu zijn beland. Zo luxe. But I like it. We gaan snel tanden poetsen, pyjama aan en slapen. Want morgen gaan we weer om 17:15 verzamelen voor nog een game drive. Slaap lekker. Okay. We horen dus nu een van de beest huilen of zo.
Sommige mensen hadden het over een hyena die ze hadden gezien. Misschien was dat het. Oh ja, klopt. Hyena's huilen zo. I walk with you.